mij is het niet discriminerend hoor. Ik wil zeggen, het is gewoon. Je moet de humor van soms van sommige zaken zien. Het staat nergens op. Dat is gewoon Nederland. Dat is nou iets racistisch tegenwoordig. Dat vind ik wel erg jammer. Ook Zwarte Piet en dat soort dingen. Ik snap niet dat mensen zich daar zulke dingen aantrekken. Het is voor kinderen. Ja. Het zou niet aangepast moeten worden. Nee, helemaal niet. Dat is het gewoon. Ik snap niet dat mensen zich daar druk over maken. Ze zitten er ook witte poppen. Ja, ik zou zeggen, hou eens op met die gekkigheid. Allemaal die figuren die in lantaarnpalen nog racisme zien omdat ze wit gekleurd zijn. Ze moeten dus ophouden met overal in Nederland racisme achter te zien. Het heeft niets met racisme te maken. Ja, ik vind het echt totale onzin dit. Ik kom er af en toe met mijn zoontje. En als je van de Efteling een racistische organisatie weet te maken, dan ben je ergens compleet van het pad afgegaan. Volgens mij is de Efteling een sprookjespark. Dus het gaat om sprookjes. En niet om de werkelijkheid. Het gaat er juist om bij de Efteling dat je eventjes wegvlucht uit de harde dagelijkse realiteit. Kent u het bij de attracties? Nou, ik ken vooral de Droomvlucht. Dat is mijn favoriete attractie. Geweldig iets. Volgens mij vooral elfen en trollen. Misschien dat die ook worden gediscrimineerd, maar volgens mij is het gewoon hartstikke leuk. Ik vind dat als mensen een probleem hebben, en zeker als mensen zich gediscrimineerd voelen, dat je het wel serieus moet nemen. En ik heb begrepen dat ook de directie van de Efteling nu in gesprek wil. Nou, dat lijkt me een belangrijke stap.